verankerd. Hoe heet het plaatje ook weer, Mil? Nou, in ieder geval bij Tjoren, het eiland. Tussen Tjoren en Onrust in twee eilanden, voorbij Maastrand. Jullie horen het. De grote wijze stort al praat. De grote wijze stort erop van de Frekkelgrot. Die kennen jullie vast wel. Ik ben de grote wijze stort op. Oh, daar ben je hekel aan. Ik stop ga. De liefde straalt weer vanaf. Mwah. Ik heb je heel veel liefde laten zien vandaag. Nou, ik heb je gered vandaag. Oh ja, dat is waar ook. Meje gaat zwemmen. Snorkelen. Tenminste, ze is al een half uur bezig om het water in te gaan. Ik heb al gezwommen. Ik ben naar de overkant gezwommen vanmorgen. Naar die rots. Milka die is als een wakend oog heeft hij om me heen gezongen. Die was bang dat ik kramp zou krijgen of dat ik onthoofd zou worden door een motorboot. Of... Nou goed, ik vond het heel lief van hem. Maar ik ben even heen en weer gezongen. Dat was best wel weer leuk. Hier is een uitdaging. En dit is Javi's verzameling. Javi, kun je mij vertellen of kun je ons vertellen wat jij hier gemaakt hebt? En wat ga je daarmee doen? Ja, een museum maken. Wat ga je maken? Een museum. Een museum? Ja. Nou, mooi. Ik dacht eerst dat je krabbenrace ging doen. Maar het wordt een museum. Pas je op voor de koeienpoep? Ja. Want gisteravond stonden er allemaal koeien om ons heen, hè? Ja. Dat is toch wel heel romantisch. Oh, we hebben ook buren, maar dat, ja, daar merk ik eigenlijk niets van. Want het zijn Zweden. Ja, daar merk je niets van. Oké. Okay. Nou, hier is mijn dochter, onze dochter. Die gaat er daar mee. Ik ga dan maar een minuutje filmen. Dus je moet nu echt je zwemvaardigheden laten zien. Ik weet niet of... Het water is niet koud. Zit je er nou al eens in? Hup, doe die witte melkpoot in het water. Kom op. Laat zien dat je een stoere andijker bent. Zwemmen in de Oostzee, maar tot nu toe is het meer kluiteren op de rotsen. Ga nou snorkelen, misschien zie je nog een grote inktvis of zo. Javi die wil niet mee, die vindt het te koud. Maar dat valt wel mee. Is ze nou de slippers weer kwijt? Ik zeg nog zo, doe je slippers uit met zwemmen. Het is toch niet te geloven dit. Wie moet je slippers pakken nu? Spartelend kind. Jongens, sorry. Ik denk dat het van zwemmen niet veel te zien krijgen. Volgende keer beter. Volgende keer wordt het filmpje met zwemmen. Maar ze is de slippers kwijt. Nou goed, zo begint onze ochtend. Zwemmen, wandeling over de rotsen. En dan gaan we zo weer verder. En dan gaan we naar boven toe, boven Tjoren. En dan zitten we echt tussen Tjoren en Onrust in.